Welkom nogmaals. Maarten, welkom. Dankjewel. Wat een nieuws over jou in de krant deze week. Ja, er waren interviews genoeg. Er waren interviews genoeg, ja. Jij hebt aangekondigd te gaan stoppen als gemeenteraadslid. Ja. Uiteraard wil ik van jou weten wat daar de reden van is. Mensen hebben het al wel kunnen lezen, maar mensen die de krant niet hebben, kan het me niet voorstellen. Die hebben dat niet gelezen, dus daar mag je toch nog een keer voor uitleggen. Okay. Ik werk als manager bedrijfsvoering in Uden in het ziekenhuis, Bernhoven. En na de zomer van anderhalf jaar geleden is mijn baan daar verdubbeld. Wat gewoon veel meer druk op mijn agenda geeft. Daarnaast is het zo met medisch specialisten, ja, wanneer kun je daar het best mee overleggen? Ja, meestal is dat na 6 uur 's avonds. Ja. Dus ik ben ook regelmatig voor mijn werk 's avonds weg. Gemeenteraadswerk is ook altijd 's avonds. Nou, dat betekende een paar weken geleden ben ik gewoon 4 avonden in de week weg. En dat is geen unicum. En op een gegeven moment, ik ben daar al wat langer mee aan het stoeien, eigenlijk al een jaar, van wat wil ik daar nou mee? Want ik doe het eigenlijk heel erg graag, het gemeenteraadswerk. Ja. Op een gegeven moment moet je dan toch tot de conclusie komen van, ja, kan ik dit toch goed doen? Ja, wanneer heb je de beslissing genomen? Eind vorig jaar ben ik daar met partijbestuur over gaan praten. Van, goh jongens, het is goed om te stoppen. En de definitieve vergadering daarover is een week of 5 geleden geweest. Ja, ja. Ja, dan vraag ik me dan toch af, hè. Had je dat niet eerder kunnen bedenken? Ik zeg dat hierom. Jij hebt met de verkiezingen, ik heb het even nagekeken, 1018 stemmen gekregen. Er zijn er maar 2 in de gemeenteraad van Boksmeer die meer hadden. Eén was een wethouder, die is er niet meer ondertussen. Klopt. En de ander is de fractievoorzitter van de SP, Johan. Ja, ik vraag me dan af van die mensen die op jou gestemd hebben. Die hebben op jou gestemd omdat ze 4 jaar op jou dachten te kunnen rekenen. En dan ga je weg. Klopt. Ja, is dat niet een beetje kiezersbedrog? Of mag ik het zo niet noemen? Oh, ik heb het daar wel lastig mee gehad. Ja. Ik vind in principe, dus in die zin ben ik het met je vraag helemaal eens. Ik vind als je dit doet, dan teken je voor 4 jaar en dan moet je er alles aan doen om te proberen die 4 jaar vol te maken. Ja, en dat ging echt niet meer lukken, want het is nog 2,5 jaar. Nee, 2 jaar. 2 jaar. 2 jaar en een maand nu. Ja. Maart 2018 zijn de verkiezingen. Het is goed zo. Ja. En ik snap je vraag. Ik ben het er eigenlijk grotendeels ook wel mee eens, die je die vraag stelt. Ja. En toch is het goed zo. Ja. Moeilijke beslissing dus, denk ik. Met een beetje pijn in het hart. Nou, het was een raar moment om vorige week donderdagavond mijn brief bij Karel van Soest in te leveren. Ja. Dat deed mij meer dan ik verwacht had. Ja, 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 precies. Eén ding die je ook pijn moet doen, volgens mij. Je bent nooit wethouder geworden. Ja, die vraag is mij vandaag al eerder gesteld en deze week ook al eerder. Ik vraag me af of ik voor een wethouderschap zo goed in de wieg ben gelegd. Is ik het ben, zo? Nou, ik ben van nature toch wel wat ongeduldig. Ja. En als ik sommige besluitvormingstrajecten in het gemeentehuis in Boksmeer zie, ik vind dat soms wel heel erg lang duren. Maar dan kun je daar als wethouder toch wat aan doen, als je op zo'n positie komt te zitten? Deels. Deels. Ja. Dus spijt het mij dat ik geen wethouder ben geworden? Nee, dat spijt me niet. Nee. 2 jaar geleden was ik ook geen wethouderskandidaat. Nee, nee, nee. Als, stel, wij maar de ambitie nooit gehad ook? Als je aan het begin in de politiek begint, en dat heb ik ook wel gehad toen ik raadslid werd, dan denk je daar wel over na. En die ambitie had ik toen ook wel, maar gaandeweg het traject. Ik vind het goed dat ik dat niet geworden ben. Nee. Okay. De primaire baan die ik heb, ik denk dat die mij beter past. Ja, ja, precies. Nou zeggen ze ook altijd wel, het is wel een beetje makkelijk politiek voeren in de oppositie. Je kunt alles roepen en tegenaan schoppen zonder verantwoordelijk te hoeven nemen. Oh, volgens mij heb ik wel als raadslid altijd verantwoordelijkheid genomen voor de dingen die er waren. En als er dingen moesten gebeuren in de gemeente die lastige besluiten waren, maar wel goed waren voor de gemeente Boksmeer, dan heb ik daar gewoon ja tegen gezegd. Er zijn een aantal andere dossiers waar ik niet zomaar ja tegen heb gezegd. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel terecht dat ik dat gedaan heb. Ja. Dus de dossiers waar ik vind, je moet niet politiek willen bedrijven, want politiek bedrijven moet wel ergens over gaan. En ik vind dat ik me daar wel recht in de spiegel kan aankijken. Maar als ik dan zeg, oppositie is makkelijker dan
in een college of een coalitie is? Nou, ik denk dat voor vele raadsleden in de coalitie het meelopen met, want dat gebeurt daar natuurlijk ook, is misschien wel veel makkelijker. Ja, oké. Dus, ja. Nou heb ik wel de ervaring met gemeenteraadsleden die tussentijds stoppen, dat ze toch nog een tijdje doorpruttelen op de achtergrond. Hoe gaat het met jou gebeuren? Ik heb daarin met mijn fractie afgesproken dat dat zij mij, als ze op de achtergrond iets van mij willen, dat ze mij daarvoor kunnen vragen, maar dat ik niet op eigen houtje meningen ga ventileren. Ik vind niet dat ik de nieuwe fractievoorzitter Han Welbers, of de twee raadsleden Antoinette van der Es of Sjoerd van Lierop, die komt de 25e in de raad als ik afscheid neem. Ik vind niet dat ik hun voor de voeten moet lopen. Nee. Dus als zij denken dat ik op de achtergrond voor PK een bijdrage kan leveren, dan doe ik dat met veel plezier. Maar wel op hun vragen en niet anders. Je hebt dit vanaf 2007 gedaan, zeg ik toch? Ja, ja, 2007. Zomer 2007 ben ik in de gemeente. Dus bijna negen jaar. Hoop ervaring opgedaan. Heb je tips voor jouw opvolger? Wat die wel of misschien niet moet doen? Nou, ik vind wel, blijf dicht bij jezelf. Doe het op je eigen wijze, zing zoals het vogeltje gebekt is. Probeer niet zo te doen zoals anderen het doen. De gemeentepolitiek in Boxmeer kan wel wat jus gebruiken, denk ik. Ze is saai. Nou, ik hoop dat er meerdere raadsleden toch wat duidelijker stelling durven te nemen in sommige dossiers. Hey, ik mag toch wel hopen dat de nieuwe gemeenteraad een onderzoek naar Hansa, dat er wel gaat komen. Want daar zijn we als raad lang niet altijd goed over geïnformeerd. Nee. Ik mag toch wel hopen dat, er is nu afgesproken dat totdat de curator haar eindoordeel heeft geveld, dat wij even ons mond houden. Maar als dat moment daar is, dan mag ik toch wel hopen dat er een raadsmeerderheid zegt, en nou willen we toch even weten wat er in al die jaren heeft gespeeld en waar wij als gemeenteraad, in mijn beleving, niet of onvoldoende over zijn geïnformeerd. Mm-hmm. Nou goed, een mooi onderwerp, hè? Hansa en Boxmeer. Er zal nog een hoop over geschreven en gezegd worden. Een ander onderwerp, als ik dan toch een paar dingen voor mag leggen. De gemeentelijke herindeling. Ik heb begrepen dat Boxmeer wil snel vooruit. Graaf heeft al gezegd van nou, doe maar even rustig aan. Sint-Tunis heeft nu ook gezegd van wij gaan het tempo van Boxmeer niet volgen. Wat vind je daarvan? We moeten met z'n allen helder hebben, die ene gemeente Land van Kuik die gaat er komen. Het is niet zozeer een vraag of die er gaat komen, het is een vraag wanneer die gaat komen. Ons als gemeente Boxmeer is daar wel af en toe haantje de voorste gedrag in verweten door de andere gemeenten. Nou, daarvan vind ik wel, daar moet je naar luisteren van wat bedoelen die gemeenten daarmee te zeggen. En ik hoop wel dat we als gemeente Boxmeer, college en raad een manier weten te vinden, zodat het voor die andere vier goed is om samen met Boxmeer één gemeente te worden. Wat het grote voordeel is, is dat we nu eigenlijk al heel veel dingen inhoudelijk hetzelfde doen, alleen er zitten vijf kapiteins op een schip. Als er in het sociale domein in Os een vergadering is, dan is het heel vaak al zo dat er twee van de vijf wethouders naartoe gaan. Want heel veel regelingen zijn inhoudelijk al gewoon op elkaar afgestemd. We moeten er alleen nog vijf keer een plasje over plegen met vijf gemeenteraden en vijf colleges en vijf ambtelijke apparaten. Dat kun je dan ook samen doen. Ja. Dus ik denk dat het efficiëntie ten goede komt. Daarnaast zullen er, kijk, je wil de afstand tot de burger niet heel veel vergroten. Aan de andere kant denk ik of iemand uit Overloon die zijn paspoort op moet halen, nou de afslag Boxmeer op de snelweg neemt of de afslag Kuik. Wat is daar nou eigenlijk het verschil tussen? Ik denk dat er meerdere gemeentekantoren zullen blijven. Die afstand tot de burger moet je wel beperkt houden. Maar ik denk dat het Land van Kuik en ook de zichtbaarheid van het Land van Kuik ten goede komt als we het met z'n vijf gaan doen. Dat paspoort is eens in de vijf jaar, geloof ik. Hè? Dus, ik denk dat het over een aantal jaren zo is dat je hem gewoon aangetekend thuis gestuurd krijgt. Ja. Dat je nauwelijks meer in dat gemeentehuis hoeft te zijn als burger. Oké, ja, prima. Ander onderwerp. Meneer De Graaf met het theepotje. Actueel op dit moment. Er wordt een eis van een werkstraf is er gesteld. Hoe zit dat?
Ja, ik vraag me sterk af, het Openbaar Ministerie, heeft u wel een zaak? Ja. Want er is, er zijn twee mensen die erbij zijn geweest dat het gebeurd is. Hè. Die Chinezen schijnen ze niet gevonden te hebben. Dus er is een mening van die zaakwaarnemer uit Wilbertoord en er is een mening van Jos de Graaf. Volgens mij, als jij en ik een mening hebben over iets wat wij samen hebben meegemaakt en er zit een verschil tussen, mm-hmm. dan hebben we geen rechtszaak, dan is het een verschil van mening. Heeft Jos niet slim gedaan door niet direct te melden dat dit voorval is? Ja, ik denk dat hij dat daar niet slim aan heeft gedaan. Maar ben je daarmee, heeft hij daarmee iets strafbaars gedaan en moet hij daarvoor een strafblad straks hebben? Ik vind dat wel heel erg ver gaan. Ja. Als het verhaal wat de burgemeester ons toen heeft verteld klopt, ik ben er ook niet bij geweest, ik heb het ook maar van horen zeggen, dat hem in een reclamefolder over wat er bij het Catharina Klooster zou gebeuren, dat hij die op zijn kantoor vond en daarin zat een envelop met de inhoud. Heb je dan willens en wetens een steekpenning aangenomen? In mijn beleving is je dan wat ondergeschoven. Had het überhaupt aanhangig gemaakt moeten worden dan? Als het wat ik heel jammer heb gevonden in dat weekend dat het gebeurd is. Wij zijn als gemeenteraad toen die zondagavond om 8 uur bij elkaar geroepen. Dat vond ik wel bijzonder, want binnen een uur waren 18 van de 21 raadsleden waren er ook. Toen werd ons verteld dat de ontslagbrief van Jos de Graver al lag. Dat heeft mij wel gespeten toen. Wie is degene die een wethouder aanstelt? Dat is de gemeenteraad. Hebben wij nou als gemeenteraad de mogelijkheid gehad om te beoordelen wat Jos de Graaf zou hebben gedaan en hoe wij daarmee om willen gaan? Nee, die mogelijkheid hebben we niet gehad. Er was dat weekend naar mijn beleving al zo op hem ingepraat om maar ontslag te nemen. Dat hij dat gedaan heeft en dat had ik liever anders gezien, dat wij als gemeenteraad gewoon onze rol en functie hadden kunnen oppakken. Had hij er dan niet met een hele sterke waarschuwing vanaf gekomen? Want er wordt nu, ik begrijp ook vanuit de rechtszaak dat er ook ambtelijk en bestuurlijk in Boxmeer wel het een en ander gezegd is. Je ziet me kijken. Ik weet niet goed wat ik daarvan zeggen moet. Nee. Ik vind het. Die mensen waren er namelijk ook niet bij. Nee, precies. Wij zijn er allemaal niet bij geweest. Dus wie ben je dan om daar zo sterk over te oordelen? En wat zou jij doen als je een folder. Stel, jij hebt leuk inhoudelijk materiaal van mij waar ik politiek wat mee kan. En je geeft me een envelop. Een grote, dikke envelop met daar stukken in. En ik kom er thuis achter dat daar wat tussen zit. Dat kan ons allemaal overkomen. Ik had Jos gegund dat hij de durf had gehad om het direct met Karel van Soest te bespreken. Ja. En ja, dat dan had een hoop ellende voorkomen kunnen worden. Maar heeft hij daarmee een strafbaar feit gepleegd? Dat vind ik een hele lastige. Ja. Daar hebben we een rechter voor. Maar ik heb er heel veel moeite mee wat hem dit al jaren kost en wat het hem misschien alsnog gaat kosten. Ja. Ik vind menselijk leed enorm. Nee, precies. Nou ja, goed. We gaan de uitslag afwachten over een paar weken. Ooit een terugkeer heb ik hier staan. Zit dat erin? In de politiek? Was ik niet van plan. Maar? Nee, ik ben dat niet van plan. Nee. Ik ben dat niet van plan. Ja, ik voel hem maar komen. Nee, zeg nooit nooit. Nee, kijk, waarom ik twijfel. Ik heb dit echt met heel veel plezier gedaan. Ja. Ik heb dit heel veel met liefde en betrokkenheid. Het heeft me ook veel opgeleverd. Ik heb echt bij mensen aan de keukentafel mogen zitten die ik anders van mijn langs al zijn levensdagen nooit had leren kennen. Zo het vertrouwen wat mensen dan ook in je stellen als ze een probleem met de gemeente hebben of iets hebben waar ze graag hulp bij willen. Dat is wel heel dankbaar werk. Ja, ik heb het echt enorm graag gedaan. Ik zal het ook enorm missen. En dat maakt ook wel dat ik twijfel. De enige spijt dat ik de 25e afscheid neem, heb ik wel. Ja, precies. Nou, ik begrijp dat de deur op een kier staat. Hier staat hij in ieder geval altijd wagenwijd open. Bij het Nieuwscafé ben je altijd welkom. Dus we gaan je daar zeker tegenkomen. Dankjewel, Mark. Dankjewel.